Wat denk je ervan om je dagelijkse koffie of thee te vervangen door de goudmelk? De goudmelk is voorbereid met een beetje plantaardige melk, met een halve koffielepel curcuma of anders genaamd geelwortel, met een beetje kaneel en een beetje peper. We brengen het geheel aan de kook. Het is heel belangrijk om curcuma of geelwortel te absorberen met een beetje vetten die we hier in de amandelmelk terugvinden en met een beetje peper. Curcuma of geelwortel is echt het belangrijkste voedingsmiddel die ontstekingsremmend is voor ons lichaam. Dus als jullie elke dag één tas goudmelk kunnen drinken, kan je lichaam er alleen maar dankbaar zijn. Eens het geheel aan de kook werd gebracht, gieten we de goudmelk in onze kleine bekers. Dit is jullie nieuwe drank die ontstekingremmend en heel goed voor jullie gezondheid is.